En die klong, hij wil zo graag ook een leven maken. En hij beseft van hij zal moeten ook werkje krijgen. Zijn maal is ook baie dankbaar dat hij nou kan ook ooit een hoop ding doen. En zo jullie in aan die dorp is daar werksgeleendheid. En die oud doen aanzoek op zijn eenvoudige manier, hoe dat was, zal ik nog niet weten. En hij wordt genooid voor een onderhoud. Maar hij weet van een onderhoud droog niks. Hij weet niet hoe het werkt. En nou gaan hij nou zijn twee andere klongers. Nou zit die werkgever, die baas. Zit nou, ja nee, hij heeft nou voor alle drie hier zo. Van alle orders wat aanzoek gedoen het, sien hy nou nogal vir hulle kans, maar hy het nou so'n bietjie vraag hier onder hulle, hy moet nou kies tussen hulle. En neem maar die saak is reg. Hy sê vir hulle, ek het een eenvoudige vraag, ek soek een goeie antwoord, wat is die vinnigste ding in die wereld? Nee, die eerste enige. Nee, hy het nou so'n bietjie gedink. Nee, hy dink een idee. Ja, idee is nogal vinnig. Een man kan vinnig een idee krijg. Nee, dat is een goeie, billike antwoord. Nee, dat is recht. En die volgende ene, nee, een lig. Een lig. En as jy in die donker nacht een meekie trek, dan is lig, dan is dat lig. Ah, nee, dat is straks vinniger as een idee. Ja. En nou, die klang, hy sê nou, hoe sê dat daar, so wat, hoe sê jy? Hij het nou lang gedink, maar hij dink soos daarom. Hij sê, soos daarom. Ja, nee, want voor jy een idee krijg, jy het soos daarom een kans krijg om die lucht aan te zetten, is het te laat. Nou, is goed. Die klong, hij het nou baie lekker gewerkt voor een tydje. En toe op een dag kom, maar nou kom hy op sy paalse grond aan met baie slechte nuus. Maar hy is nou maar uit die werk uit. Nou sy male baie hartseer oor dit. Hulle was so opgewonde toe hy die dag gegaan het om te loop werk. Dit het so vinnig gebeur. Die tannie het die kans gehad om 'n koek te bak. Toe sê vir hom die pak meel ingepak. Nou kom hy daar terug. Dit is so 'n groot teleurstelling. Noem maar hoe se dag. Nee, was dit dan nie lekker nie. Nee, lekker was dit lekker gewees. En het hulle dan nie gekyk nie, hulle het goed gesorg vir my, dit was ook hier fout gewees. Nou wat is die moeilikheid dan? Nee, die eerste maand, toe die oom sy hiervan sy skaap nou gefrek. Maar dit was nou nie een fout nie. Die oom het toe sommer vir hulle by mekaar gemaakt, hulle die goed wat nog alright was nou geslag. En hulle het lekker geëet vir een hele maand het nou goed gegaan. En net daarna toe sy oom sy beeskalf, een uitslike bulkalf. Toes die ook, hoe, en toe die oom om rooikiel gemaakt, en toe die oom ook geslag. En die vark, die uiselike groot vark, die is ook onderdeur, en hulle die ook geslag, hier op een morgen, toe sien hulle, hy sien hulle is by die tannie, op pad hospitaal toe, toe het hy daarom gedink, nee, hy sal moet by die huis kom.